Ja, en wat is nou toch de penose? De onderwereld. De onderwereld. De onderwereld. Ja. Ja, die kennen we eigenlijk ook allemaal. Kijk, er staat er eentje uit de penose, die staat ons nu te filmen. Ja. Dat kan hij missen natuurlijk. En een hassepassie. Ja. Dat is natuurlijk ook een slokkie. Ook een slokkie. Ja, het is helemaal geweldig. Ja, ik kom ook uit Amsterdam. Zeg, luister. Woon je nog steeds in Amsterdam? Jawel. En ook nog steeds in de Jordaan? Nee, vlakbij. En wat is vlakbij? Je hoeft het adres in niet Noord, te noemen. Nee, in Noord. In Noord. Bij de Koentunnel. Nou, dat is toch... In de Jordaan kun je je auto niet kwijt. Nee. En als ik visite krijg, dan kost het €5 per uur. Dus dat doen we. Dat is toch niet te geloven. En als mijn vriendinnen, die wonen er allemaal nog. En als ze s'avonds thuis komen, dan moeten ze 3 kwartier in de ronde rijden voor een auto neer te zetten. Dat is een drama. En dan hebben we de ruimte. Ja, dat is helemaal goed. Mag het even wat stiller aan de bar? Heb je een appartementje of een huisje? Nee, wij wonen in een flat, in een seniorenflat. Waarom nou toch? Nou, ik heb 23 jaar in Zaandam gewoond. Had ik een heel groot huis met komen. Ja, nou daar hebben we het niet meer over, Zaandam. Maar oké, 23 jaar is een tijd, hè? Ja, ja. Dat is een heel mooi huis natuurlijk. Waar woonde je toen? Het heet nu Turkenburg en toen Poelenburg, hè? Poelenburg, ja, ja. Had je hele leuke huizen. Ja. Ja, het heet nu Turkenburg. Hoe zou dat er komen? Ja, dat denk ik Turkenburg. Er wonen Marokkanen, dus ik begrijp niet waarom het Turkenburg heet. Het is vreselijk. Nou, en toen ben ik weet ik waar toch weer in Amsterdam natuurlijk. En nou wonen op Tienhoog op een flat. Oh, geweldig. Heerlijk. In Molenwijk? Nee. In die molen. In de Statenjacht, bij het ziekenhuis. De Statenjacht, oh, dat is bij de Eitunnel daar, ja. Dat is helemaal leuk, ja. Er wordt alleen zo'n troep voor de deur met die metro, hè. Die Noord-Zuid blijft, oh, vreselijk. Iedere keer als ik er naartoe moet, mijn vriendinnetje woont daar. En ze moeten, iedere week verdwaal ik, want iedere week is die weg anders. Het is vreselijk. Maar in Amsterdam woont 90% mensen uit de Jordaan. Ja. Best een hoop, hè? Helemaal. Is dat een soort van, wij gaan naar Amsterdam-Noord, zodat de juppen de Jordaan in kunnen? Nee hoor. De Jordaan is natuurlijk, er wonen ook nog heel veel mensen, want alles woont er van ons nog. Ja. En ook veel studenten die hun ouders kopen, die woningjes op. Maar de studenten zijn ook gewoon heel aardig. Kom allemaal bij mijn vriendin in de kroeg. Die hebben een kroeg in de Gabelstraat. Ja. Lobbytje. Maar, de vrijdagavond zijn de studenten er. Ze hebben allemaal mijn cd en de single allemaal. Geweldig. Zijn gewoon lekkere jongens. Ja, en dat zijn ze. Dan wil ik naar mijn volgende. We hebben altijd een paar steekwoorden in mijn talkshow. En dames en heren aan de bar, kan het even iets rustig? We zijn met een talkshow bezig. Dat is niet te geloven. Stop een sigaret in je bek en hou je tenminste die mond. Goed. We hebben altijd een paar steekwoorden in de talkshow. En een van die steekwoorden, en daar moet jij gewoon op reageren, homo. Nou, is toch niks mis mee? Nee, dat weet jij, dat weet ik. Maar wat vind jij homo? Want je bent erg geliefd in de homo-scene. Ja. Zeker? Ja? Daar vind je niks mis mee? Nee, helemaal niet. Maar het is vies, dat zijn mannen die doen het met elkaar. Nou, dat geeft dan niet. Het is ongezond. Als je nou zo bent, dat geeft dan niet. Dat is een ziekte, dat is een ziekte. Wel, nee. Je krijgt er ook enge ziektes van. Wel. Toch? Niet? Nee hoor, je bent gelijk. Nou, kijk, wij zoeken ieder jaar bij de Gay Pride een homo-moeder. Is dit er een? Ja. Yes. Je bent er echt één. Ik begrijp nog steeds niet waarom ze je niet gevraagd hebben. In Camerina, die hebben we ook al gehad. Trouwens, die woont in Groningen, dus wat moeten we ermee? Dan heb ik nog een steekwoord voor je. Pensioen. Pensioen? Ja. Hebben wij niet. Nee, hè. Je houdt niet op, hè. Je gaat maar op. Hoe vaak treed je per maand op? Iedere week treed ik op. Zo ben je te zien ergens, vast op een vaste plek? Nee, en meestal op... Nee. Ik ben wel vaak, als ik vrij ben, ben ik bij mijn vriendin in de Jordaan daar, in het café. Er wordt veel gezongen op zaterdagmiddag ook. Iedereen die denkt, het is echt Jordaanse, die kan zingen, die gaat daar zingen. Ja. Is heel leuk en ze heeft veel ploegen. Want ze willen allemaal natuurlijk Jordaan Lovietje zien, waar een baantje opgenomen is. Ja. Nou ja, dan komen ze binnen en dan is het gewoon... Wie er zingt, zingt er. En als ik er ben, dan zing ik wel even. Gezellig, hè? Maar zoals gisteravond was ik eerst in Amstelveen. Want toen gaf de bestier een reunie. Het café de bestier, weet je wel? Ja, die ken ik, ja. Op Pels. Ook op het Torbekkenplein zitten ze inmiddels ook. Ja.
En nou, dat was 400 mensen, hè? Maar ik moest om 10:30 in Almere wezen. Van 10:30 tot 11:00 moest ik zingen, zijn we even weg geweest. En dan zing ik eens in de zoveel tijd, zing ik daar in Spotlight. Dat is Amsterdamse avond. Ja, de Amsterdamse avond, daar moet ik allemaal bij wezen. Ja, dat is natuurlijk logisch. Ja, ja. En dat was met Robert en met Quincy heb ik gisteravond opgetreden. Gezellig, hè? Ja. Die ken je allemaal, hè? Ja, ook en iedereen. Ja, natuurlijk. Met Dingje van André Hazen, wat ik daarmee mee heb gehad. Oh, vertel. Nou, ik denk het niet. Dat ga ik nu horen. Wat heb je allemaal met André Hazen gedaan? Nou ja, je komt elkaar tegen. Ja? En dan, nou, zit hij er in zijn kleedkamer. We moeten in de keuken. Nou, dan gingen we in de keuken. Hij zei, ja, voor mij niet zo slecht, hoor. Dus er staat altijd een pilsje voor. Ja, daarom, ja. En dan wordt wel pilsje. Nou, en dan gaf hij toen een hele show gegeven in het stadion. Dat zo regende toen. En dan geeft hij personeel en al die mensen die meegeholpen hebben, geeft hij dan een feest voor. Nou, en dan zong ik bij hem. Dat was dan in Amstelveen, deden we dat, in de partycentrum. En nou ja, dan was het gewoon een dolle boel daar. Niet? Ja, jammer hè, dat hij er niet meer is. Ja, is echt vreselijk. Ik heb wel zijn originele band gekregen van de vlieger. Oké, dus ja. die kan jij zingen? Ja, ik kan hem wel zingen, ja, maar het is meer... maar ik heb het wel gekregen, hij zit aan die... Die geef ik je. Wat lief? Die kreeg ik zo van. Nou, is toch lief? Ja. Hartstikke leuk. Nou, ik vind het enig. Zeg, luister. En je doet heel veel optredens. Je staat ook geregeld in de Barderij op de Zeedijk, hè? Ja. Ja. dat ook. Ja, daar kennen we elkaar van. Zeg, en binnenkort heb je in Purmerend of All Places, hoor ik net van je. Dan komt er ook een gezellige Amsterdamse middag. Ja, in het Klokhuis. Het wordt zowat 27 februari. Ik treed natuurlijk op, maar ik moet natuurlijk geluid hebben. Dus dan heb ik twee geluidjongens, die zingen ook. Ja. Peter Meijer en Glenn Palm. En ja, wij vullen zo'n hele middag met z'n tweeën zo, want die jongens zingen ook leuk. Kijk, ik zing de Jordaanese toer en hun zingen allemaal Jan Smit, dat weet ik allemaal. Al die andere liedjes. Ja, nou helemaal gezellig. Willen jullie nog iets horen van Hans? Ja! Ja? Nou, Hans, wil je er nog eentje doen? Nou, vooruit. Oké, Hans Tuin, applaus! Hey, Hans! Nou, daar komt hij aan, hoor. Wat ben je? Je toch veranderd in de jaren, mijn oude Amstelstad. Jij bent niet meer als toen ik kinder waren, mijn oude Amstelstad. Als naadje van zou, dan zei ze net als ik tegen jou. Wat ben je toch veranderd in de jaren, mijn oude Amstelstad. Waar nu op het rokje die dure auto staat, ging vroeger het pontje heen en weer. En ik ben daarvoor een cent vaak naar de overkant gegaan. Als ik er ben, vertel ik telkens weer. Wat ben je toch veranderd in die jaren, mijn oude Amstelstad. Jij bent niet meer als toen de kinderen waren, mijn oude Amstelstad. Als naadje van de dam jou nu bekijken zou, dan zei ze net als ik tegen jou.
toch veranderd in die jaren. Mijn oude Amstel staat. Ja, kom op even met z'n allen, daar gaan we. La 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 la. Zou, dan zei ze net, als ik tegen jou. Wat ben je toch veranderd in de jaren. Mijn oude Amstelstaat. Amstelstaat. Kunnen jullie nog één? We hebben weinig publiek, maar ze zijn wel enthousiast. Daar doen we het voor. Zeker. Nou, de laatste hoor. Want meer ja, hebben we niet om te betalen voor de. Ik heb je zo vaak horen zingen. Jouw stem hoor ik als iedere dag. Maar één ding wil ik jou nog vragen. En ik heb nog een wens als een man. Als Johnny laat je horen, zing een liedje voor mij alleen. Oh Johnny, want voor de man in je nummer. Zing een lied en het lach en het traan. In jouw stem klinkt de hele Jordaan. De toren die jij in gedachten ziet staan. Jouw stem is voor mij als een parel. De parel van onze Jordaan. Als je niet laat je horen. Zing een liedje voor mij alleen. Als je niet. Mijn hart open gaat.
Hans, geweldig. Ik heb altijd nog een laatste vraag aan mijn gasten voordat we afscheid nemen en je van ons een hele leuke tas krijgt met allemaal leuke dingen. Heb je nog iets te melden aan de mensheid? Ja, maar serieus. Ja. Blijf gezellig met elkaar omgaan. Ja, precies. En blijf gezond. En blijf gezond. Wees lief voor elkaar. En wees lief voor elkaar. Ja. Nou, kijk eens aan. Iedereen weet het. Mag ik een applaus voor Anstijn? Ja. Dankjewel. En een applaus voor jullie zelf. Ja. En dan krijg ik van Elko nog een leuk cadeautje. Ja, en je krijgt van mij een uniek exemplaar van, oh sorry schat, ik zit je te stoppen. Hij moet nu de kelder in, zie ik. Hij is terug uit de kelder. Kijk, we betalen je niet, maar je krijgt iets, kind, dat is niet te betalen. Hoe is dit nog? Kan je het komen brengen, lieverd? Ik wil zeggen een pak koekjes of... Nee, een pak koekjes niet. Allereerst, kijk, dat een tas vol... Oh, je bent tot tweede Pinksterdag bezig om te kijken wat er allemaal in zit. Ja! Allereerst krijg je van mij een foto met een dat je heel lief voor me was. En mijn cd. Kijk, mijn cd. Een kwartetje met Bellissima. Die heeft niemand. Die krijgt alleen maar talkshow gasten. Ik wil je bedanken dat je zo lief was om hier te zijn. Mag ik je kussen? Ja, natuurlijk. En van Ilko krijg je met kussen een hele tas vol met allemaal lekkere dingen. Ja, dat vond ik fantastisch. Heerlijk. Ja, nou, dan krijg je ook een kus. Ja. Maar ik heb voor jou ook nog wat. Oh, gezellig. Kort pak eens aan. Kort pak eens aan. Kool. Oh, kool. Bijna goed. Geef een foto. In je binnenzak. Heb je al? Okay. Oh, heeft de foto al. Nou ja, ik heb van jou een cd. Ik hoop dat jij mijne wel hebt, hè? Ik heb de jouw al, ja. Ik heb maar hij natuurlijk nog niet, dus ik wil hem ook eentje geven. Dan kun je hem altijd in de kroeg en kun je hem even draaien. Nou, die komt hier hartstikke welkom. Applausje, yeah, dankjewel. Zet hem op, Elko, kom op. Oké, de muziek mag weer aan. Ja, zet hem op meteen. Helemaal, zet hem maar meteen op. Ja, zo op. Lekker muziek, hè? Geen discussies meer. Ja, maar ze zijn de wereld gewoon. De lelijk bel is waar ik heel graag op vandaag. Ja, en ik wel een slag. Je vindt haar van mij het rennen, in het hart van Amsterdam. De soms wel weg en niet weten, dan neem je maar de tram. Ben je hetero, of een homo, of een lesbo, of een travo, wat een mens al niet wezen kan.